Goedemorgen, ik ben Vicky. Welkom bij TVH. Ik ga misschien een klein beetje uitleg geven over onze job. Dus wij nemen de goederen uit en we controleren dat op kwaliteit en kwantiteit. Maar voor misschien een beter inzicht hebben, gaan we misschien een keer naar de werkvloer gaan. We gaan eerst bij Thomas. Thomas zit namelijk in WB, daar doen ze voornamelijk de grote stukken. En daarna gaan we dan wel een keer bij ons op de afdeling boven. Dat zijn de kleinere stukken en zo ga je een beter overzicht hebben hoe dat allemaal marcheert. Dag Thomas. Ah, hey, dag Vicky. Hallo, hey. Dus zoals je ziet, hier worden al de zware stukken gecontroleerd. Hey. Ik denk dat maar van een hele dag twee baan. Ja, twee baan van een hele dag. Dat van dat er vuren kennen. Kijk, voilà, hier komen we nu boven bij het verdeelcentrum. Dus hier worden al de kleinere stukken uitgepakt. Kijk, voilà, we zijn hier bij twee andere collega's. Dat is hier Patrick. Patrick heeft waarschijnlijk een probleem met een stuk, maar je is aan het bellen en een aankopen. En dan moet je wat. Het is aan het bellen naar je lief, hè. En hier is onze Robert. Hallo. Dus Robert is nu momenteel bezig met een stuk op te meten. Eigenlijk moet je toch wel enige technische kennis hebben voor die onderdelen te kunnen herkennen. Hè? Ja, inderdaad. En er komt er ook allemaal bij, nieuwe stukken. Dat is eigenlijk allemaal niet zo gemakkelijk. Nee, dat moet dat hoor. Krijg ik weer honger, hè, als je dat ziet. Zo. Kijk hier de vust. Ah, ja. De man. Het is juist ons kortje, te kort. Ja. De nieuwe man. Ja, we vormen toch een tof team, hè. Ja. Alleszins, ja, en af en toe een keer wat te samen doen achter het werk met het team, ja, tof. Wel, het is hier toch wel goed werk, nee. Ja, al sinds met dat flexibel uurrooster eigenlijk. Ja, en ik vind met de kindjes, hé, als ik ze kan voeren naar school, kan altijd later beginnen, hé. Dat is vrij gemakkelijk. Hé. Ja. Ook de opleiding die je hier kunt volgen, dat vind ik toch wel vrij interessant. Ja, en de Max, dat is toch TVH-café, hé? Ah, ja, dat mag niet ontdekken, ja, dat is goed.